Ik vind het veel leuker dan andere lessen. Normaal is het meer alleen maar teksten. Maar hier zitten ook bijvoorbeeld filmpjes bij en een leukere opdrachten. Ik had gehoopt en gedroomd dat Expeditie Vrijheid het mogelijk zou maken dat kinderen echt over hun eigen omgeving gaan leren. En dat is gelukt en daar ben ik ongelooflijk trots op. Ik wist eigenlijk helemaal niet dat er zoveel dingen eigenlijk in de buurt gebeurden. Want ik dacht eerst alleen dat het een beetje in het zuiden was en zo. Maar eigenlijk vind ik het heel lijp. Bij de ontwikkeling van Expeditie Vrijheid hadden we allemaal heel duidelijk onze eigen rol. En bij het Historisch Centrum Overijssel hadden we een regiohistoricus die heel goed zat in alle gebeurtenissen, alle verhalen. En tegelijkertijd hadden we ook een onderwijskundige aan boord die juist heel goed zit in de verschillende methodes. En omdat we ook de koploperscholen aan boord hadden, konden we ook telkens checken. Het kan wel zijn dat dit in de methode staat, maar slaan jullie dit normaal over of licht je dit juist uit? Ik durf ook echt nu met deze methode, dit project, echt het lesboek aan de kant te leggen. Het was echt wel een meerwaarde om met verschillende soorten en andere basisscholen binnen Overijssel samen te werken aan dit project. Iedereen keek vanuit zijn eigen bril er naartoe en dat maakte wel dat het materiaal heel breed inzetbaar is. Als je vraagt wat de Expeditie Vrijheid ons als Historisch Centrum Overijssel heeft opgeleverd, is ook de informatie of de kennis dat wij bronnen beheren die zo lokaal relevant zijn, waardoor de grote wereldgeschiedenis ook lokaal gevoeld wordt. En daarnaast zijn we natuurlijk een soort van knooppunt in het historisch netwerk in de provincie. Dus als we een lokaal verhaal van Hengelo of van Oldenzaal willen, dan hebben we onze contacten met de historische vereniging, zodat educatieve ontwikkelaars dat weer kunnen gebruiken. Ja, dit zie je natuurlijk volledig terug in de resultaten. Als je zag dat vorig jaar 178 scholen hebben deelgenomen, je ziet wat de waardering is voor het project. We hebben ook een Europese prijs daarvoor gewonnen. Ik denk juist vanwege het feit dat het zo goed aansluit bij de methodes die gebruikt worden in het onderwijs, dat het eigenlijk een soort lesstofvervangend is. Daar zie je eigenlijk de kwaliteiten van dit project. Ik hoop dat dit project aan andere provincies, andere organisaties, erfgoedinstellingen laat zien hoe krachtig omgevingsonderwijs kan zijn en hoe rijk je je eigen collectie in kan zetten voor een veel bredere doelgroep en daarmee echt impact kan maken in het onderwijs.